Alright, we zijn weer terug. We zijn nog steeds bezig met de hoop dieper niveau nummer 9. Over een soort van microscoop in de kleine arcana. En de grote arcana die helpen je om de kleine arcana te lezen. We hebben 1 tot en met 5 gehad. En nu ga ik door vanaf nummer 6. Dus we hebben hier alle 6 van de kleine arcana. Nou, ik weet nog, toen ik de tarot leerde, hier begon mijn onzekerheid. Mijn twijfel. Mijn onduidelijkheid. We hebben het hier over nummer 6, het meest perfecte getal. Waarom is dit het meest perfecte getal? Omdat je 2 keer de groei hebt. Je hebt de groei naar boven, de groei naar beneden. Je hebt het driehoekje zo voor de man en het driehoekje zo voor de vrouw. En zo kom je dus bij 1, 2, 3, 4, 5, 6. Echt die balans, zo boven, zo beneden. Die energie. En dan heb je ze hier in de toren, nummer 16. Dat valt uit elkaar. Hier zie je heel duidelijk het hebben en het geven. En als je geeft, dan krijg je daar ook dus iets voor terug. Schaduwzijde aan deze kaart zou kunnen zijn dat je het iets te veel berekent. Maar je ziet heel goed die balans van de geliefde in die weegschaal. Hier zie je het ook heel mooi bij de 6 kelken. Is dat je echt dat, ja, hoe zeg je dat, die liefde toch voelt van de geliefde. Het is natuurlijk niet alleen romantische liefde. Het is alle soorten liefde. Dit is een triomf, een succes. En hier. Wat is deze kaart nou eigenlijk? Waarom hebben we het hier over een overgang? Dat zou toch veel meer passen bij de 5. De overgang, de brug van de ene kant naar de andere kant. Van de ene kant, ene wereld naar de andere wereld. Gaan. Of het zou goed passen bij de 7, omdat dat actief is. En je gaat dus van punt A naar punt B. Je gaat ergens naartoe. Waarom is de 6 nou in een bootje? Waarom laat de 6 nou eigenlijk die reis zien? In de Tarot de Marseille is het duidelijk. Dan heb je 6 zwaarden. En dat is puur en alleen wat ik hier zei. Die balans, 2 keer 3. Dus dat is dan ook 2 keer die groei. De zwaarden in de Rider Waite Smith, ze hebben toch echt een beetje een slechte naam. Vanwege die tekeningen die zo negatief overkomen of wat somberder zijn. En dat is eigenlijk jammer, want ik zie wat ik van deze kaart heb gemaakt. Is dat je die 6 zwaarden, hoofd, je ervaringen horen daar dus ook bij. Je gedachten of je herinnering ook. Die 6 zwaarden zitten in dat bootje, die neem je mee. Van de ene... Hier zie je dat heel goed. De chaotische kant van het verhaal naar een soort van rustigere oever waar je opnieuw kan opbouwen. Wat dus ook nodig is aan het eind van de toren. En er zit veel gevoel in, omdat je over water gaat. En je zal wel zien, als je dat nog niet hebt opgemerkt, in elke zwaardekaart zit ook heel veel water. En dat heeft dus te maken met emotie natuurlijk. Nou, waarom is dit zo somber? Omdat je het aan de ene kant kan zien als... Ik heb pijn, ik heb geleden, dit was een slechte ervaring en nu moet ik weg van die plek en ergens anders opnieuw opbouwen als ik die energie maar heb. En dan kan je ook zien als, maar dit is niet per se alleen bagage, dit zijn ook simpelweg de ervaringen die je hebt gehad. En ja, die neem je mee, maar het zijn lessen, het zijn belangrijke lessen. En ik denk dat die balans goed past bij deze 2 kaarten. Er zit heel veel wilskracht in beide kaarten en ook een grote keuze van welke kant ga je op, welk pad kies je. In de Tarot de Marseille heet het de lover, dus enkelvoud. En dan heb je dus iemand in het midden, een man, die moet kiezen tussen een oudere vrouw, ik denk dan zijn moeder, en een jongere vrouw, zijn toekomstige vrouw, zijn toekomstige echtgenote. En dat is dus die eerste stap naar... volwassenheid. En dan moet je die keuze maken tussen, blijft je moeder de grootste, belangrijkste vrouw in je leven? Of moet je dat nu, weet je, moet je die plek nou gaan geven aan je echtgenoten? En dat is heel erg ouderwets, maar je snapt wel wat ik bedoel als ik dat zeg, denk ik. En hier heb je de toren, dan kan je zien als een energie die op jou wordt gericht van het universum. Dus dat die energie, dat je daar niks aan kan doen. Aan de andere kant heb je ook heel erg in de toren
dat je wel zeker bewust zelf een torenmoment kan manifesteren. Dus daar zit die keuze dan weer in. Daar zit die wilskracht dan weer in. Ja? Hier de zeven. Ik heb een keer tussen neus en lippen door gezegd dat ik de zeven de meest... Hoe zeg je dat? Ik wou bijna zeggen vervelendste, irritantste. Maar nee, meest onduidelijke, meest vreemde getal van de tarot vond. Ik ga nu uitleggen waarom. Als jij me meteen kan vertellen wat de overeenkomsten tussen deze kaarten zijn. Graag. Nou, inmiddels weet ik het wel. Maar ik heb echt even moeten graven. En ik heb dus een theorie. Nogmaals, de Marseille en de Rider-Waite-Smith verbonden met elkaar. Oké, weer heel kort. Hè? Ik ben alleen maar bezig met die speed readings de laatste tijd. Zeven staven, jezelf verdedigen. Ik zeg echt één van de dingen. De zeven pentakels is een soort van boer, toch? Dus dat je bezig bent met je oogst plukken. En dan is de vraag, ga je dat nou wel doen of niet doen? Want hij kijkt niet zo zeker. Hier nogmaals de strategie en de eerlijkheid. Ja of nee, wat zeg je wel, wat deel je wel en niet? En hier de zeven kelken luchtkastelen. Nou, dit is echt een beetje van alle kanten gegrepen. Mijn theorie is, natuurlijk is het de zegenwagen en de ster. 7 en 17. De zegenwagen alleen al is een aparteling. Omdat het gaat om die triomf, om die trots, om je hebt iets bereikt en wat goed. En voornamelijk ook beweging naar buiten toe. Actief element. Uit die super gebalanceerde 6 breek je nu uit, voeg je de 1 de actie toe. Voeg je de 1, de actie voeg je toe en dan kom je uit naar de buitenwereld. Maar in elk traditioneel deck staat de zegenwagen stil. En dat heeft echt wel betekenis. Want het gaat dus niet alleen om beweging. Het gaat ook om, je wil bewegen, maar je staat nog stil. Wat betekent dat nou? Nog geen wonder dat ik in de war was. Want dat is super tegenstrijdige energie. Die tegenstrijdige energie zit nou eenmaal in de zeven. Hier met de ster is het zo mooi dat zij na de toren is het haar gelukt om in dat water te duiken, in haar onderbewuste en te gaan kijken waar een nieuwe oever is en waar ze dus kan opbouwen. Dit is een soort van schone lei. Daarom is ze ook naakt. Dat is die naakte waarheid. De schone lei. Na al die, zou je kunnen zeggen, leugens. Die dingen die niet waar waren. Die dingen die niet de moeite waard waren. Van de toren. Nadat dat allemaal is weggeblazen. Begin je hier opnieuw en puur en eerlijk. Niet te vergeten, de ster is natuurlijk ook de aarde beweegt. Draait rond. Het hele universum draait rond. Zie je ook zo mooi in de Thoth trouwens. Moet je echt even zien. En zij staat nu stil. Waarom? Omdat ze heeft geleerd van het hele pad van de grote arcana tot dit punt toe. Dat zij zelf niet hoeft te bewegen. De hele wereld draait eigenlijk om haar heen. De hele wereld draait en is in constante beweging. En daarom kan zij nu op haar plek blijven. Omdat het toch vanzelf... Het is eigenlijk meer dat wat ik al een keertje had gezegd. In plaats van dat jij jezelf deelt met de wereld en de wereld ingaat, merk je dat de wereld jouw kant toe opkomt. Is in ieder geval een deel van die energie. En met de zevens vergeet ik ook niet te interpreteren met de zeven van de kleine arcana. Je hebt een 4, een vierkant, een stabiele plek, een stabiele basis, een stabiele, je weet wie je bent. En daar voeg je de 3 aan toe. De groei. En dat maakt dit zo'n sterk getal. Je ziet ook echt die kracht hier. En nogmaals, hier heb je die kosmische kracht. Zo mooi om het op die manier te benaderen, vind ik zelf. Anyway, dus heb ik het hier ontleed als... De actieve elementen zijn inderdaad naar buiten toe, naar buiten gericht. Je gaat. Je hebt die stabiele basis, je bent sterk en nu weet je wat je gaat doen en je voegt daar groei aan toe. En met de receptieve getallen, zie je eigenlijk vooral in deze, stel je jezelf die vraag, wil ik wel
die groei doen? Wil ik wel die stap maken? En daarom is het ook zo mooi. Dit is het uiterlijke en dit is het innerlijke. En dat zou je ook hier kunnen zien. Dit is het uiterlijke en dit is het innerlijke. Dus wat je moet doen is eerst naar binnen kijken. Eerst naar binnen kijken wat je wil, voordat je die stap naar buiten kan zetten. De 8 gaat om die hyperstabiliteit. 2 keer 4 namelijk. En daarom is het ook het meest perfecte getal. Vanwege dat lemniscaat. Vanwege die infinity symbol. Dat je constant door blijft gaan en dat je geen energie nodig hebt van buitenaf om te bewegen. Nou, je merkt zelf al, als ik dit doe, je hebt geen energie nodig van buitenaf om te bewegen. Dat klopt. Maar die grote valkuil, hetzelfde als bij de 4, is dus ook, omdat de 4 stabiliteit is en dit is hyperstabiliteit, is dus ook dat je nooit buiten de lijntjes kan kleuren. En op een gegeven moment ga je dat willen. En op een gegeven moment moet dat zelfs, wordt dat zelfs van je gevraagd, geëist. Dus dit is het meest perfecte getal, maar heeft een enorme valkuil van dat je maar geen vooruitgang boekt. Hier zie je heel erg de 8, het balans, het perfecte getal van dat je zowel je hogere zelf als je lagere zelf accepteert en met elkaar integreert. Hier moet ik ook weer eventjes de gerechtigheid erbij halen. Hier heb je dus, zie je heel erg de balans van de 8 in alles in het leven heeft een eerlijkheid. Alles in het leven gaat zowel naar boven als naar beneden. De balans, hier de weegschaal en dus ook dat oordeel wat erbij hoort. Hier zie je dus heel erg de schaduwkant van als je die hyperstabiliteit bekijkt. Hier heb je heel erg dat het, wat ik zeg, buiten tijd is om buiten de lijntjes te kleuren. Hier zie je heel erg die herhaling, maar hopelijk is het geen herhaling en is het juist jezelf verbeteren. Dat is de bedoeling in ieder geval. En hier zie je een abstracte kaart. Om dat actieve element te voeden, is het dus tijd dat je je doelen duidelijk hebt en dat je daarop afgaat. De kosmische energie hiervan is dus de grote moeder, de maan. En hier zie je ook heel erg, het is perfect, maar er zit veel angst in. En dat kan je hier bijvoorbeeld hier zien. Die angst zit in, je moet moedig zijn. Je moet door de angst heen. Er is niet echt een manier om niet meer bang te zijn. Er is alleen een manier om het alsnog te doen. Ik zie dit heel erg als tussen twee werelden. Tussen waar je nu bent. Je hebt die transformatie doorgemaakt van de ster. Je bent nu de kreeft, of hoe noem je dat? En je gaat dit pad af naar je nieuwe leven. En om dat te doen moet je dus ook heel erg integreren en jezelf accepteren. Bij de 9 hebben we de hermiet en de zon. We hebben nu net de 8 gehad, is het perfecte getal. En daarom is die dus ook eigenlijk af. Zo zag ik het ook heel goed in de Tarot de Marseille. Zo leerde ik de 8, 9 en 10 echt kennen. De 8 is zo af dat je net zo goed zou kunnen stoppen bij de 8. Behalve dat je niet te maken wil hebben met die hyperstabiliteit. Valkuil van de hyperstabiliteit. Dat je dus vast komt te zitten. Heel erg vast. Dus dat je een stap naar buiten moet zetten. Dat je die zelfstandigheid moet nemen. Dat je die verantwoordelijkheid moet nemen. En dat je dat dus ook in je eentje gaat doen. Tada. En dan heb je de 10. Heeft ook te maken met de 1. Want numerologisch heb je 10. 1 plus 0 is 1. En dan kom je dus weer bij 1. Daarom is de 10, de conclusie, is zowel het eind als het begin. Elk eind is een nieuw begin. Right? Ja. De 9. Kopzorgen. Lang geleid en nu moet je nog verdedigen. Je bent heel trots op wat je hebt gedaan. En je hebt veel bereikt. Nou, korter dan dat kan niet. En ook, ik voel me zo niet goed met dit zo plat zeggen. Maar goed, ik moet deze video afmaken. Ik heb nog maar heel korte tijd. Hopelijk is het toch duidelijk. Wat je hieruit kan halen is de hermiet, de kluizenaar. Je bent alleen en je gaat naar de top van de berg. En daar vind je die verlichting. Altaar. Hier zie je ook trouwens, dit is een, nou ja, als je het in 2D bekijkt, is het natuurlijk die,
die ster die ik uitlegde bij de geliefde. De zespuntige ster. Zo boven, zo beneden. Maar je kan het ook zien als je het in 3D denkt. Die, oh, hoe heet dat eigenlijk? Dat weet ik niet. Die ster die helemaal... Nou, vertel het me onder de video. Ik weet het even niet meer. Maar de heremiet vindt dus verlichting en wijsheid in het alleen zijn. In die afzondering. En hier, in de zon, gaat het juist over dat licht en die positiviteit en die nieuwe energie. En jong kind, nieuw leven. Ik zie wel in ieder geval heel erg dat idee van, nou, hetzelfde als bij de 4 en de 5, alleen dan een stapje heftiger. Dus dat je vanuit de 8 naar de 9 gaat. De 8 is het perfecte getal, het is af, de energie is af. Maar je moet nog door, want je bent eigenlijk nog niet bij het einde. En dat kan een beetje hartverscheurend werken. Het is alsof je, ik zeg maar wat, net 18 bent en uit huis moet. Je weet dat je gaat studeren en in een nieuwe stad gaat wonen. En dat je nieuwe vrienden gaat maken. En het is allemaal geweldig. Aan de andere kant verlies je die zekerheid en stabiliteit en warmte. En alles wat je kent van je ouderlijk huis. Je ouders en je vrienden en je stad. En dat is zo mooi aan die stap naar voren van je gaat leren en je gaat de goede kant op. En je moet er ook ongetwijfeld iets voor opgeven om dit te bereiken. Ja? Dan kan je dus zelf ook goed bedenken wat de schaduwzijde van deze kaart bijvoorbeeld zou zijn. Is aan de ene kant, ja, je hebt veel bereikt, dat is geweldig, maar heb je wel iemand om het mee te delen? Hier hebben we de 10. En de 10 heeft echt, zoals ik al zei, te maken met het afronden, het einde. Of eigenlijk is dat meer de 9. De 10 is eigenlijk meer dat nieuwe begin al. Maar het is met elkaar verbonden, ja? Dus dat nieuwe begin zie je heel erg hier. Het rad van fortuin kan je net zo goed noemen, het rad van verandering. Deze energieën draaien en het leven gaat door. En ja, dit is ook zeker 2 keer de 5, toch? De 5 is het middelpunt, dan draai je de bladzijde om. En hier ben je bij het einde. En dan moet je een nieuw boek openmaken. Eind betekent altijd een nieuw begin. En hier heb je dat ook. Bij het oordeel. Hier zie je de doden die worden wakker. En een soort van vloedgolf. Ik heb altijd hier met die roep. Een soort van wekker. Word wakker. Dus dit bijvoorbeeld ziet er super fataal uit. Maar eigenlijk als je denkt. Het heeft te maken met het element lucht. Met je hoofd. Niet zo eng. En hier ook. Ziet er een beetje ongemakkelijk uit. Element vuur. Actie. Naar buiten toe. Je passies. Van de stap omhoog. Hier, dit is de happy ending van de Disney-film. Maar dat is niet het echte eind. Dan begint het leven pas. En hetzelfde hier met je familie, met je waar je je goed voelt. Dat vertrouwen wat je hebt. Dan kan je vanaf daar ook verder bouwen. Ik hoop zo erg dat dit duidelijk was. Ik heb het einde hopelijk niet al te erg afgeraffeld. Laat me weten als je nog vragen hebt. Alsjeblieft, en verzoekjes vind ik ook heel fijn. Deel je ervaringen in de comments, dan leren we elkaar kennen als community en leren we ongetwijfeld ook van elkaar. En ik wil deze video ook eindigen met onderzoek voor jezelf. Fijne week!